Wil jij net zoals ik ook FIFA 21 en wil jij korting op de officiële FIFA punten of andere giftcards? Ga dan nu snel naar de link in de omschrijving en koop je codes bij Start Select. En maak het nog mooier door mijn naam Pasky als kortingscode in te vullen voor een paar procent extra korting op jouw aankoop. Dames en heren, jongens en meisjes, dit belooft echt gewoon een heerlijke dag te worden. We hebben een lekkere Elite 3 Weekly League Rewards. Het was echt het weekend voor Jog om mini... Ja, ik kon sowieso Elite 2 halen, dat was sowieso gelukt. Maar Elite 1 had ik ook echt kunnen halen. Jullie hebben het van de week in de video kunnen zien. Het was echt zo close, jongens. Echt mijn beste weekend ooit. Ik had, voor mijn gevoel het echt moeten halen. Maar het was gewoon te veel. Zondagavond van 9 uur tot kwart over 4 s'nachts gespeeld. Ik was helemaal gaar. Ook nog veteranen gedaan. Ja, het is prima zo. Maar goed, jongens, vergeet even niet deze video te liken. Abonneer ook even massaal. Dat moeten we nog steeds blijven doen. En dan gaan we snel door naar de video. We hebben dus ook weer, zag ik, jongens, een gegarandeerde Team Season Bundesliga SBC. Dus misschien, ja, omdat de vorige ook nog goed was. Kijk de video even van gisteren. Kunnen we hem zeker nog even doen. We hebben toen Alphonso David natuurlijk gepakt. En dat was, ja, ideaal voor mijn team. Kijk, dit is het team op dit moment van het Jog. Ja, we kunnen nog zoveel dingen doen. Maar ja, kijk, Tapsoba is nu niet op een team. Dat is jammer, hij heeft een 8. Maar goed, dat maakt op zich ook niet zo heel veel uit. 1 speler voor de 8. We kijken ook gewoon even naar de playpicks. Mochten we bijvoorbeeld een goede verdediger vandaag krijgen van de aanvaller, moeten we die erin zetten. Dus, dames en heren, laten we gewoon gelijk doorgaan naar het Jog. Division Rivals. Kijk, B-competitie beloningen zijn voltooid. We kiezen voor deze 2 keer een zeldzaam mega pakket. Mega spannend. Maar niet heus. Kijk, winkel. Pop, 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 pop. Zeldzaam mega pakket. Het is niet normaal zo slecht, jongens. Het is niet om aan te zien. Kijk, het is niemand minder dan de Israëliër Zahavi. Ja, jongens. Wat een ellende daar. Maar goed, we gaan hem wel listen. Ik weet niet of hij verkocht wordt, maar we doen het wel. En die Guardiola zal misschien ook wel te hard zijn. Die listen we ook gewoon lekker. Kijk, deze dingen behoud ik meestal. Dat is altijd lekker. Zo'n positiewijziging, die gaan altijd voor veel weg. Dus daarom behoud ik ze liever. Want dan, ik wissel zo vaak van die posities ook weer. Wat is dit voor een pakket? Waarom is dit een... wat is dit? Een leenspeler pakket? Nou, gelijk weg ermee. Weg ermee, hoppa. Oké, zeldzaam meegepakket. Ik discard ook altijd al die leenspelers. Ik weet niet waarom. Eigenlijk moet ik dat niet meer doen. Vanaf een walkout. Een team of the season. Nee joh. Wat is dit? Nee joh. Wie is dit? Oh, what the fuck, man. Oh, natuurlijk. Die gekken zitten er ook nog in. Ik dacht, ik dacht Suarez of zo. Maar ja, dat kon natuurlijk niet. Ik dacht Godin. Ik geen idee wat er allemaal door mijn hoofd ging. Coates. Klinkt als een rendier. Maar het is een speler. Best een goede kaart nog. 40k maar. Dat is wel jammer. Ja, deze gastenlist is gewoon lekker. Hoppa. Oh, Coates. Dat is niet normaal. Oké, jongens. Hey, hij is al verkocht. Kijk, de koala beer Coates is weg. We hebben al muntjes. Oké. Ja, dit is op zich prima. Dit waren Division Rivals natuurlijk. Maar nu, jongens. Ja, nu gaat het grote werk beginnen. FUT Champions, jongens. Elite 3. Ja, het voelt als Elite 1 bijna. Ik heb echt ziek goed gespeeld. Heel makkelijk ook. 23-2 gingen we zelfs. Moet je nagaan. Dat, ik had hem uiteindelijk misschien nu nog kunnen zeggen Elite 2. Nou, Elite 2 is 30.000 muntjes. Dus dat boeit ook niet heel veel. Oké, jongens. Player picks. We hebben heerlijke player picks op de veteranen. Kijk sowieso ook even die video op het YouTube kanaal van de veteranen. Heerlijke rewards daar. Dus dat was goud 1. Maar nu, jongens. We moeten eigenlijk een paar basisspelers krijgen. Waar ik tevreden mee zou zijn. Is, ja, kijk, ik wil die Lacroix, of zo spreek je uit, Lacroix zou ik prima vinden. Kijk, Neuer misschien ook prima, weet je, die kunnen we altijd nog gebruiken voor bepaalde SBC's of we gebruiken een basis. Ja, kijk, echt een echte playerpick die van waarde zou zijn is Goretzka, Sancho, Kimi weet ik niet, Davies hoeven dus niet, dus als we hem krijgen zou zonde zijn. Lewandowski is vet, maar ja, ga je daarmee spelen? Haaland is ook zo spelen, ja, ga je daarmee spelen? Ik denk het niet. Oké, we beginnen een keer achteraan, jongens, tegenovergesteld van wat we normaal doen. Een keer lekker achteraan. De eerste player pick, het Jog, Neuer. Kijk, dat is de eerste waarvan we zeiden, daar gaan we voor. En dat is op zich een prima speler. Ook omdat we een Duitse achterhoede hebben, is dat prima. Ik denk ook een hele goede keeper. En lekker voor, als je hem wilt, inleven voor bepaalde SBC's. 95 rated. Oké, jongens, Lewandowski. Nou, eigenlijk Goretzka, jongens. Goretzka zou ideaal zijn voor ons team, omdat we toch 4-2-2 spelen. Oké, komt-ie. Even goed diep ademhalen. Goretzka, jongens. Krijgen we hem? Oh.
Oh, dit is dan lastig. Voor wie moeten we gaan? Ja, dit zijn allemaal spelers die we toch niet gebruiken. Dit is ook wel een ziek kaartje. Nou, zwak brengen. Oké. Kiezen we gewoon voor hem. Highest rated. We gaan hem toch niet gebruiken. Of die Sabitzer. Nou ja, 88k. What the fuck. Ik kan me nog herinneren dat die SBC toen van hem uitkwam. Wat was dat ook alweer? Die was 500k toen of zo. Echt belachelijk duur. Echt belachelijk duur, die SBC. En ik weet echt niet. Oh, zijn er mensen die die SBC hebben gedaan? Dan ben je echt ziek hard in je reet geneukt. Oké. Oké, sorry voor mijn taal. We gaan door, jongens. De derde playpick. Kom op. Even een goede basisspeler. Eentje die ik gewoon niet veel kan gebruiken. Dan maar die Lacroix. Kom op, jongens. Elite 3. Hard voor gestreden. Kom op, man. Oh, jongens. Ja, ja. Dit moet een goede kaart zijn. Heeft hij nog steeds 3-3? Ah, dat is zo jammer. 3-3. Ja, ik had hem liever uit mijn elite pakketje straks. Haaland. Ah, het zijn zieke playerpicks. Oké. Maar ja, is dit iemand die je gebruikt? Is dit iemand in de basis kan? Wat moet je... Ja, wat moet je met zo'n kaart? Absolute machine, zegt iemand. Ik zet even... Ja, ik weet niet wat je met zo'n gast moet doen, joh. Ik heb echt geen idee, jongens. Laat jullie even weten waar je met hem dan moet spelen. Is dat dan spits? Kijk, 3-sterren skill moves heb ik sowieso niks aan. Kijk, als hij nou 4-sterren skill moves had, oké. Okay, maar ja, dit is gewoon kut. Kijk, Neuer zou nog in het team nu kunnen. Dan moet alleen Van Dijk eigenlijk oprotten. Hij kan het ook zo zetten trouwens. En dan Neuer. Ja, of we moeten hier Van Dijk wegdoen en straks nog een lijpe icon halen. Dat ze ook kunnen... Nou, kijken we. Oké, okay, jongens, daar gaat hij. We hebben nog een 100k pakketje. En natuurlijk het premium Bundesliga Tots pakket. Ik zou echt Haaland... Ik zou willen ruilen. Ik zou liever Haaland uit dat... Ja, uit dat andere... uit dat Team of the Season pakketje krijgen. Het is wel Borden. Wat is dit dan? Dit is Kramerich. Oh, niet eens. Zijn broer. Grafronovic. Nou, die zal wel niks waard zijn. We kunnen beter discarden. Listen. En die spelen zijn allemaal nu wel wat waard. Door die gekke SBC's. Dames en heren, jongens en meisjes. Dit zijn de spelers. Haaland hebben we dus net gepakt. Dat is deze. Dit zou lekker zijn als we die nu krijgen. Prima. Kans is heel groot dat je misschien Sabitzer als eerste krijgt. Of Neuer. Ik denk dat we Neuer krijgen. Maar ja, dat is niet eerst. Want er zitten heel veel goede kunnen daar nog achter zitten. Ja, lastig. We gaan het gewoon zien. Ik weet het ook niet. En daarna gaan we even kijken wat we met het team kunnen doen, jongens. Ik weet het ook allemaal niet meer. Het is toch al zoveel geluk voor Joch. Kom op. Geen Oostenrijkse vlag. Geen Spaanse vlag. Doe maar een vette Duitser of een Engelsman. Kom op, dames en heren. Een Fransman. Een linksmidden. Dat is... Kom, man. Oeh, oké. Okay. 300k. Niet de highest rated. Dus dat is wel jammer. Maar goed, er kunnen nog een paar toppers achter zitten. Ik ben bang dat we wel Baku, Angelino, André Silva, Sabitzer krijgen. Maar het lekker zou zijn als we nog Davies... Die Lacroix en nog wat eikels krijgen. Ja, ja, ik denk dat we niet een topper hier nog achter krijgen. Dit is prima. Maar goed, zeg het maar. Ja, dit is op zich denk ik wel prima. Ja, we gaan het zien, jongens. Davies en Lacroix. Een van die twee zou heerlijk zijn. Ja, hier was ik al bang voor. Dan krijg je inderdaad de twee grootste eikels uit het spel. Ja, Coman, helaas. Maar geen basis voor jou dit weekend bij het vette joch. Deze listen we. Deze zijn ook niks waard, helaas. Deze listen en Angelino listen we ook. Ja, dat is toch jammer. Ja, oké. Okay. Haaland, inderdaad. Haaland. Why did you do that? And why not? Haaland pakken we. Maar ja, dat is niet een basisspeler, denk ik. Dat, ja, vooral niet voor mijn team. Kijk, ze zijn alle drie ook al weg. Hoppa. Ja, dan zit je dus op 500k hebben we. Ja, ik had eerlijk gezegd op meer gerekend. Maar het is niet anders. Ja, en wat ik dan met mijn team moet doen, jongens. Ja, zeg het maar. Lastig. Ja, je kan zoveel dingen doen. Kijk, ik speel voornamelijk. Dat wil ik even zeggen. Kijk, die Waman. Ik ga hem denk ik gewoon als lekker als wissel gebruiken. Of niet? Ik weet het ook niet. Ik speel voornamelijk 4-1-2-2. Dus ik wil eigenlijk dit weekend zo gaan spelen. Gewoon ook misschien vanaf het begin. Ik zoek eigenlijk een goede CM. En dat kan zijn Zidane, De Bruyne, Matthäus. Ja, dat kunnen verschillende spelers zijn. Maar ja, kijk, Van Dijk is fucking goed. Die wil ik eigenlijk het liefste houden. Dus dat kan op deze manier. Ik zou hier dan voor De Bruyne nog kunnen gaan. Die kan ik denk ik net halen. Of ik moet daar voor Kimi gaan. Die kan ik denk ik net niet halen. Maar ja, dan moet ik wel Van de Sar verkopen. Ja, dat zou kunnen. Moet ik Van de Sar verkopen. Neuer hier. Ja, lastig. Ik weet het niet. Ik moet het heel even rustig nadenken. Kijk, ik zou...
zou het liefst... kijk, ik kan ook Van Dijk verkopen. Dan halen we daar die Lacroix. Dan kunnen we hier die Mbabu halen. En dan kunnen we hier een Icon nog halen. Ja, dat zou kunnen. Ik speel echt voornamelijk 4-1-2-2. Dus echt deze 4-1-2-2 of deze 5-2-1-2. Dus ik heb niet echt een... ik heb maar 3 aanvallers eigenlijk nodig. Dus dat zijn deze 3. En dan de opkomende backs die heel aanvallend ook gewoon zullen zijn. Dus heb jij iets creatiefs? Laat het even weten. We kunnen sowieso nog even die gegarandeerde Team of the Season Bundesliga SBC doen. Er is er 2 van uitgekomen. Dus die kunnen we ook nog doen. Dat kunnen we voor morgen doen, jongens. Laat even weten als jij tips hebt voor Joch. Achterin, laat het even weten. En Haaland, ja, wat moet ik ermee? Ik weet het niet. Abonneer, like en dan zien we elkaar snel weer, jongens. Het is een mooie dag. Oh ja, en vergeet even niet vanavond naar de livestream op Twitch te gaan van iOranje. Daar geven Koen en ik commentaar bij de wedstrijden van de E-Nations League. Heel vet. Een Nederlands elftal die daarmee doet. Levi de Weert en Ali van de PSV. Kijk even daar ook naartoe. Ciao, ciao mensen. El Joch gaat snel even eten. Bye bye.